Men neemt een sporthal. Vervolgens zet je daar allemaal stoelen in. Je laat een podium bouwen. En je hebt een schouwburg. De volgende dag komen twee grote vrachtwagens met apparatuur. Die worden uitgeladen. En de vrachtwagens zakken in de grond. En vervolgens moeten die eruit getrokken worden met een enorme grote shovel. En als alles al gebeurd is, kunnen we eindelijk beginnen met het concert. Hier is de dirigent. Tijmen Botma, hoe lang ben je al dirigent van deze kapel? Ik ben vanaf januari vorig jaar, dus 2013, ben ik dirigent van dit orkest. Ja. Zelf ook gespeeld? Ik ben trompetist. Oké. Ja. Dus wat dat betreft ook een muzikus, zo gezegd. Ja. Hoe is het om te werken voor zo'n orkest? Ja, dat is geweldig. Ja? Je werkt met professionele muzici. Dus je kan de hoogste haalbare kan je tevoorschijn toveren. Het werken met zo'n orkest, dagelijks werken met zo'n orkest, is echt heel geweldig voor een dirigent om dat te kunnen doen. Maar is dit de fulltime baan voor die mensen die hier spelen? Ja, het is fulltime baan. Dus we repeteren iedere dag. We concerten door het hele land. Ja. Concerten als dit, zoals vanavond, maar ook heel veel militaire diensten doen we, commandooverdrachten, beëdigingen en Prinsjesdag. Ja. Wat moet je nou in huis hebben om hier te mogen spelen als muzikus? Nou, je moet ten eerste een zeer begaafd muzikus zijn. Ja. Dus je moet een conservatoriumopleiding hebben gedaan. Het liefst nog een masteropleiding. Maar zodra er audities zijn, dan zijn er mensen die kunnen zich inschrijven daarvoor. En die gaan een auditie doen. En dan wordt de beste worden aangenomen. Ja. Staat ook heel hoog aangeschreven binnen de muziekwereld, of niet? Ja, absoluut. Als je nagaat dat we binnen de militaire muziek drie beroepskapellen hebben. Marine, luchtmacht en landmacht. Ja. Dan kan je zeggen van op dit gebied, op het blaasmuziekgebied, is dit een unieke kans ook als dirigent om voor een professioneel orkest te staan. In hoeverre mate staan jullie onder druk in het kader van de bezuiniging? Nou, we hebben wel een aantal lastige jaren achter de rug. In 2005 is er een grote bezuiniging geweest waarbij de Koninklijke Militaire Kapel uit Den Haag is wegbezuinigd. Dat is toen samengegaan met de Johan Willem Frieskapel in Assen. Dat is nu sinds 2005 het geval. In 2011 hebben we weer een fikse bezuiniging gehad. Binnen de landmacht ook een orkest weer opgedoekt. Het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. Dus we hebben nu eigenlijk nog één groot professioneel harmonieorkest over bij de landmacht. En daarnaast nog twee regimentsfanfares. Ja. Maar jullie zitten niet in de gevarenzone op dit moment? Op dit moment gaat het heel goed. En kunnen we echt bouwen aan een orkest. En de rust is teruggekeerd. En dat is wel lekker werken voor de muzikanten. Even over de serie concerten die jullie vanavond voor het eerst gaan uitvoeren, zogezegd. Dit is een soort try-out, begrijp ik, of een voorpremière? Ja, we noemen het een voorpremière. Ja. Waarom? We hebben 2 jaar gewerkt aan deze voorstelling. Er zijn 6 filmpjes zijn er gemaakt. Daar is muziek bij gezocht en ondergecomponeerd en ondergearrangeerd. Vanavond zult u zien hoe mooi dat gelukt is, vinden wij. Vanavond is de voorpremière in Doesburg. Natuurlijk ook de plaats waar onze commandant landstrijdkrachten, Marten Kruijf, woont. En we hebben gedacht van, dat is natuurlijk een unieke kans, een unieke mogelijkheid om dat hier in Doesburg te doen. Ja. En naar Doesburg gaat er een hele serie concerten plaatsvinden, denk ik, in het land, of niet? Ja, precies. Kun je daar wat over vertellen? Ja, het volgende concert is in Almere. Ja. En dan doen we Den Bosch doen we aan, Weert doen we aan, Walcheren doen we aan. Dus de bedoeling is dat dit concert, zoals het nu lijkt, 12 keer uitgevoerd gaat worden door het hele land. Ja. En daarna nog een keer een registratie voor de Nationale Televisie? Nou ja, dat moet kijken of daar budget voor is. Ja. Maar er zal zeker een hele mooie compilatie van komen hiervoor. Oké. Nou, we zijn nieuwsgierig. Ja, voor mij is het ook speciaal. Ik woon in Westervoort, dus 10 minuten hier vandaan. Okay. Dus bij de thuisreis? Het is een thuiswedstrijd, zeker. Okay. Ja. Ik wens je heel veel succes vanavond. Ja, oké, dankjewel. Dankjewel. Jan van der Amstel, u bent voorzitter van Doesburg 777 Comité. Ja, dat ben ik. Vanavond de eerste eigenlijke officiële handeling of officiële evenement in het kader van 777, ook al zijn we erg vroeg. Ja, we zijn al wat vroeg, maar het is inderdaad een soort aanloop naar onze festiviteiten die op 19 september natuurlijk beginnen. Maar dit was zo'n mooi aanbod van de landmacht dat we dachten, dat laten we niet lopen. Hoe is het gekomen? Vertel.
Nou, we hebben eigenlijk al vrij vroeg een contact gezocht met de landmacht, met de generaal de Cruijff, omdat we dachten van ja, zij hebben een feestje, 200 jaar bestaan. En wij ook, 777. Zijn natuurlijk, het is ons jongste broertje, maar goed, het is toch hartstikke leuk. Dus we hebben daarnaar gezocht en gezegd van, vinden jullie het leuk om samen dingen te doen? En het antwoord was meteen ja. Oké, perfect. Ja. En dit stond op stapel, dus? Ja, dit was al gepland. Dus ja. We hadden eerst gezegd van, goh, kan het niet wat later, hè? Na 19 september, dan beginnen we echt. Maar dat was lastig te plannen, want ja, het is ook wel begrijpelijk. Het leger die zit niet echt, kan echt, niet echt alles op Doesburg afstemmen op ons feestjaar, wat laat begint eigenlijk, hè, eind jaar. Dus hebben we gezegd, nou, het is eigenlijk wel een mooie start. Een mooi begin, dus dat doen we. Ja, oké. Nou, zijn we hier in de sporthal Beumenskamp. We zijn al 2 dagen hard aan het werk geweest. Wat gaat er ongeveer gebeuren hier vanavond? Nou, wat er komt is een soort multimedia spektakel. Dus het is, ja, het is een hartstikke goed orkest, hè, wat hier aan de slag gaat. En er zijn beelden, er zijn films van een stuk of 6 mensen die gefilmd worden in hun dagelijks bestaan. En dat wordt tegelijkertijd gepresenteerd. Dus het is beeld en geluid. Dus muzici, experts op het gebied van beeld en experts op het gebied van muziek werken samen om dit te produceren gedurende 1,5 uur. Ja. Het is gratis, en maar mensen moesten wel kaarten. Zijn alle kaarten verkocht, dat u weet? Of zijn alle kaarten niet verkocht? Weggegeven, zo gezegd? Ja, ze zijn allemaal weg. Okay. Dus, ja hoor, dus, je kan niet zeggen uitverkocht. Nee. Maar alle kaarten zijn weg. En dat ging vrij snel. Dus we hadden vorige week, geloof ik, nog een stuk of 80 over. En toen dat bekend werd, was dat ook meteen gedaan. Meteen een run erop. Okay. Ja. En u verwacht vanavond de 700 man, begrijp ik. 700 man, we hebben ruimte voor 700 man. Meer kan niet, want dat is wat volgens de brandweer ook kan. Hè. Misschien als we meer hadden gehad, hadden we misschien wel meer kaarten kwijtgekund. Dat was wel zeker geweest. Ja. Ja. Wat is het volgende evenement wat we kunnen verwachten in het kader van 777? Of moeten we dan toch eventjes de vingers kruisen en wachten tot september? Ja, ik denk het wel. We hebben niet echt nog zo'n evenement in voorbereiding. En we hebben natuurlijk de handen vol aan 7 thema's voorbereiden. Dus ik schat in, er kan nog iets tussen komen, maar ik schat in dat ons eerste evenement wordt de officiële opening op 19 september. Ja. Dan gaan we daar vol verwachting naar uitkijken. Jan, bedankt. Ja, ik ook. Ja. Dankjewel. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij De Mens Centraal vanavond hier in Doesburg. Een concert ter gelegenheid van 200 jaar Koninklijke Landmacht. Voordat wij beginnen geef ik graag het woord aan luitenant-generaal Mart de Cruijff, de commandant der landstrijdkrachten. Dank u wel. En ik heb net geleerd dat het woord generaal betekent dat je alles kunt. Dus ik wil u eerst vragen uw mobiele telefoons uit te zetten of op stil te zetten. Dan hebben we de huishoudelijke mededelingen tenminste gehad. Excellentie, burgemeester, welkom in de Beumenskamp. En ja, het is niet helemaal toval dat we 777 jaar Doesburg combineren met 200 jaar landmacht. Als de commandant van de landmacht in Doesburg woont en je schoonvader Fred Jansen is. Dus niet helemaal. Maar we zouden onszelf wel tekort doen als we het daarbij laten. Want er is een historische band tussen de krijgsmacht en Doesburg. En eigenlijk een band die het op de dag van vandaag nog is. U weet allemaal dat Doesburg een oude vestingstad is. En een Mauritskazerne gehad heeft tot in de oorlog. De mensen die daar zijn geleverd hebben in 1940 gevochten op de Gerberg. De Gerberg is voor ons, de landmacht, nog steeds onze heilige grond. Waar we elk jaar op 4 mei onze doden herdenken. Dus die band is er altijd geweest en misschien wel veel sterker dan veel mensen denken. Ga maar eens kijken naar de namen op het ereveld daar. Zult u heel veel achterhoeken tegenkomen. En natuurlijk heb ik zelf ook een band met Doesburg. Want ik heb al 33 jaar een fantastische vrouw die hier vandaan komt, die al lief en leed met mij deelt. Dus ik ga hier ook niet meer weg. Maar daarvoor zijn we vanavond hier niet. We laten u vanavond zien wat nou de ziel van die landmacht is. Wat de mensen beweegt die daarin dienen. Want wij bemensen geen wapensysteem. Ons systeem van de landmacht is de mens. Die bepaalt wat we doen en die bepaalt of we succes hebben. En die brengt soms het hoogste offer.
Dat gaan we u vanavond laten zien met de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso onder leiding van dirigent major Tijmen Botma. Dus, ja, het is fantastisch. Heel groot concert. Een heel groot orkest. Ze hebben prachtig geluid geproduceerd. Heel modern. Heel afwisselend programma. Ik denk dat heel veel mensen, net als ik, zeer genoten hebben. Maar u zat helemaal vooraan. Was het niet behoorlijk heftig voor de oortjes? Natuurlijk, maar ja. het is heel mooi. Ja. En ik weet niet of u de solisten ook gehoord hebt. Prachtig. Ja. Ja, ik heb achterin de zaal gezeten. Dat klonk daar ook fantastisch natuurlijk. Ja. Dit soort evenementen, dat wordt ook in Gelderland nog verder uitgerold, hebben we begrepen? Of komen ze nog vaker in Gelderland, dat u weet of niet? Ja, het is volgens mij een van de... Het is de eerste keer dat ze dit doen. Ik hoorde net van de Kruif dat ze ook dit vaker nog gaan doen. En ik denk dat het ook goed is voor de binding tussen de samenleving en het leger. Want we kennen geen dienstplichtigen meer. En dan is het toch goed dat mensen kunnen kennis nemen van, zoals die film ook, de mensen achter de militair. Vond ik indrukwekkend, moet ik zeggen. Wordt als een grapje gemaakt, ze zien nu eigenlijk hun belastingcenten nou een keer terug. Ja, maar, en het is een return of investment. Ja, maar ik ben ook wel geweest voordat men op uitzending ging naar Afghanistan. En heb met soldaten gesproken. En ik moet u zeggen, dat grijp je dan zeer aan. Want dat zijn heel jonge mensen die daar voor een buitengewoon moeilijke opgave staan. En ik sprak net de voormalig regionaal militair commandant. Die is ook weer een half jaar geweest. Ja, dat zijn toch opgaven, opdrachten die wij eigenlijk allemaal vanzelfsprekend vinden. Maar dat is het niet. Ja, dat is het niet. Ja. En de risico's zijn groot. We zien dat de wereld ook om ons heen toch onvoorspelbaar is. Kijk nu wat er gebeurt op de Krim. En ik denk dat we een goede defensie ook nodig blijven houden. En dat wij ook die defensie moeten blijven steunen. En ik denk dat we dat op deze manier ook doen. Maar we krijgen er ook iets heel moois voor terug. Ondanks de bezuinigingen toch de defensie in stand houden? Zeker. Ik denk dat dat heel belangrijk is. We zijn lid van de NAVO. En we zullen ook elkaar moeten steunen als dat nodig is. Natuurlijk hopen we dat het allemaal nooit zo ver hoeft te komen. Maar er zijn heel wat vredesmissies. Op dit moment ook in Mali. De heer De Kroon, drager van de militaire Willemsorde, die is niet aanwezig vandaag hier, want die zit, in Afrika. En dat betekent dat wij overal onze taken hebben moeten of dienen te vervullen. Meneer Lusink, het was een spektakel, hè? Het was een spektakel, dat heb ik gezegd en ik vond het ook echt. Want ik vind de combinatie muziek en beelden, dat is modern tegenwoordig. Ja. Het Gelders Orkest heeft dat ook gedaan met die prachtige natuurfilm. En het verbeeldt onmiddellijk wat in de muziek zit. En normalito moet je dat zelf bedenken. Ja. En dit is mooi, makkelijk, maar het laat ook echt de mensen zien. Als je de mens centraal wilt stellen, wat de landmacht wil, nou, dan laten ze dat heel mooi zien. Ja. Volle zaal, wat dat betreft iedereen zeer enthousiast. Kunnen we dit soort dingen niet vaker doen in Doesburg? Heel graag, heel graag. Nou, we hebben een mooi theater nou. Ja, we mogen van deze schouwburg gewoon van deze schouwburg, hoor je het me zeggen. Ja, ja. Van deze sporthal een schouwburg maken, dat is
relatief eenvoudig, blijkbaar. Dus we moeten maar eens kijken. Ja. U bent een muziekliefhebber, heb ik begrepen. Maar ik heb ook gehoord dat u een radioprogramma gaat presenteren. Ja, in april. Ja, in april. Ja, leuk hè? We zijn benieuwd. Ja, ja. Ik ga het ook zien. Had u dat vroeger ook wel eens gedaan of niet? Ik heb heel lang geleden wel eens bij de lokale omroep een keer wat gedaan. Ja. Maar dat was incidenteel. Okay. Maar dat gaan we hier nu anders doen. Ja. U bent trots, denk ik. Ja, ik ben heel trots, maar ook onder de indruk. Ja. Was u voor de eerste keer dat u dit zag of niet? Ja, ik heb het nooit eerder gezien. Voor mij zijn de opname half jaar geleden gemaakt. Ja. Ik wist wel wat het idee was, maar als je ziet wat ze ervan maken, dan koude rillingen. Vooral in combinatie met uw muziek natuurlijk. Ja, vond ik heel mooi. Ja. En ook echte profs, hoe je de foto's en de beelden en de muziek in elkaar laat overvloeien. Ja. Ja. Grandioos. Dit is een echt een stukje toegevoegde waarde van Defensie aan de bevolking van Nederland. Ja, dat vind ik wel, want het laat zien wie wij zijn. Wij zijn gewone mensen die naar de bakken gaan in Albert Heijn en op de weg rijden, net zoals u en ik. Ja. Maar af en toe doen we hele aparte dingen. Ja. En dat mag je wel laten zien. Zoals bijvoorbeeld schieten, als het nodig is. Zoals schieten als het nodig is. Ja. Ja. Maar dat hoort er wel bij. Want wij zijn de enigen die kunnen vechten voor de vrede en vrijheid als het moet. Nou staat Defensie zwaar onder druk natuurlijk, bezuinigingen op bezuinigingen. In hoeverre mate zijn dit soort concerten en dan wel deze orkesten te handhaven? Nou, ik vind juist dat als je de muziek uit de krijgsmacht weghaalt, dan haal je ook de ziel uit de krijgsmacht weg. Want de organisatie zonder muziek... Het is de minuutje voor de mensen, zo gezegd. Ja, ja, absoluut. Ja, dat heeft hij mooi gezegd. Okay. Dank u wel voor de reactie. Graag gedaan. Nou, dat was een daverend applaus. Hebt u genoten? Ja, ik heb genoten. Nou, fijn zo. Ik denk velen met mij natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou, ik ben ook een zeer gelukkig man. Ja, ja zeker. De première is altijd spannend. Hoe is het gegaan in uw professionele ogen? Nou, in mijn heel erg, ik ben heel erg tevreden. Ja, ja zeker. Ja. Het orkest klonk heel mooi. Het liep heel goed synchroon met de beelden. Ja. Waar het vanmiddag nog wel eens wat stokte en ook techniek nog wel eens ons in de steek liet. Ja, ja vanavond, ik heb niks, wat dat betreft niks kunnen merken. En nou ja, je merkte dan het publiek, laaiend enthousiast. En ja, wat je dan in een uur en 20 minuten kan laten horen. En vooral de wisselwerk, dus een beeld en muziek. Ja. Ja, dat het elkaar perfect versterkt, hè, en dat het niet elkaar afleidt. Want vaak is beeld en dan vergeet je de muziek. Maar ik denk juist dat dit een hele mooie mix is geweest vanavond. Ik wens je heel veel succes met de verdere concerten. Dankjewel. Goed zo. Okay.